is Tim Hofman, want die kwam vandaag met groot nieuws, zegt hij. Nou, donderdag komt hij met groot nieuws, wekt hij de indruk in ieder geval. Dan komt hij met een tweede aflevering over The Voice en de misstanden bij dat programma. En hij wil John de Mol graag voor die tweede aflevering spreken. Nou, de vorige keer is hem dat gelukt. Het was ook alle aanleiding voor John de Mol om daarop te gaan reageren. Alle misstanden waren een eye-opener voor iedereen die bij dat programma betrokken was en van die misstanden niks had geweten. En het was even zaak om daar orde op zaken te stellen en daar zijn licht over te laten schijnen. Of dat nu ook gaat gebeuren, is de vraag. Ik weet niet of John die uitzending al heeft mogen zien van donderdag. Zoals de vorige keer wel het geval was. Heeft hij dat een dag van tevoren gedaan en daarna commentaar gegeven. Ik weet wel dat Talpa morgen met een verklaring komt. En daaruit zal ook blijken of John zich opnieuw laat interviewen of niet. Oké, dus tot donderdag is het voor ons stervelingen allemaal... Ja, Hilversum houdt de adem in een beetje. Ja. Kan Tim eroverheen met zijn onthullingen deze keer? Of is het meer een herhaling van zetten? Dat zal donderdag pas blijken. De VARA, BNN-VARA, die weigeren commentaar te geven... Vooraflopend op die uitzending. En Talpa doet dat dus morgen. En ja, het is natuurlijk wel wat geweest. 10,5 miljoen keer is dat eerste programma bekeken. En ik kan me voorstellen dat je je tweede nieuwe seizoen van Boos daarmee wil beginnen. Maar kom je er dan overheen? Dat is de grote vraag op dit moment. Nou, we gaan het afwachten.